moeten eigenlijk veel ondergeschikter zijn aan de natuur. Vanuit de gangbare landbouw, daar word ik totaal niet begrepen, nee. En mijn vraag was, in hoeverre ziet u de droogte als een gevaar voor de bomen? Hier proberen we juist, zeg maar, echt 200 jaar vooruit te kijken, minimaal. Ik ben bedrijfsopvolger van de boerderij wat al heel veel generaties in familiebezit is. Voormalig veehouderij. Ja, en ik ga het eigenlijk omkantelen naar agroforestry. Ik wilde graag boswachter worden en daarom ben ik naar de opleiding Bos Natuurbeheer gegaan. Daar kwam ik in aanraking met voedselbossen en boslandbouw, waarbij ik uiteindelijk toch de keuze heb gemaakt om boer te worden en de wereld te verenigen. Hier een dikke worm. En ik hoor een ander ook nog. Ja, daar zit ik gewoon een andere verderop. Hoor je? Oh, daar zit hij. Er zitten er nu drie. Drie donkere buizers, die vliegen hier eigenlijk. Die cirkelen hier altijd heel langzaam over. Ziet dat heel mooi uit. Heel rustig. Ik ben al vaak met mijn vader mee gaan melken en dan liep ik wat over de voergang. Ik vond het altijd mooi om te zien dat de koeien je altijd volgden. Dus ze waren je altijd in de gaten aan houden wat je aan het doen bent. En heel nieuwsgierige dieren. Ik vond het wel mooi om hier op te groeien, maar met name ook wel de ruimte. Ja, ik kon ver wegkijken en dat, uiteindelijk vond ik daar wat meer moeite mee te krijgen, want dat betekende dat er eigenlijk niks leefde. Dus hele grote weiden vol met grasland. Wel alleen uiteindelijk kom ik erachter dat het ook mooi is om bomen op het erf te hebben. Nou, dit is het terrein en hier komt overal eigenlijk aanplant. Ik wilde een systeem creëren wat toekomstbestendig is. Maar hier proberen we juist, zeg maar, 200 jaar vooruit te kijken minimaal. En daar waar de boompjes nu opduiken, daar is het voedselbos in aanleg. Venner is boerenzoon en hij wil het anders doen dan zijn vader. Hij is ervan overtuigd dat de landbouw een bijdrage kan leveren aan een duurzamere wereld. En daarom verruilt hij zijn koeien voor een voedselbos. Mijn vader gaat met pensioen. En nu komt de taak volledig op mij over om de boerderij draaiende te houden. Mijn vraag was, in hoeverre ziet u de droogte als een gevaar voor de voederbomen? De droogte was eigenlijk een van de redenen waarom dat ik ben gegaan op deze bedrijfsvoer. Maar uiteindelijk is juist het voordeel bij een dergelijk systeem dat je watervasthoudend vermogen hebt. Welke kosten en investeringen moet jij brengen om die eerste 8 jaar te kunnen overbruggen voordat het pas echt rendabel wordt? Maar het moet zeker rendabel zijn. Op het moment dat het niet rendabel was, was ik er nooit mee begonnen. En hoe ga ik boeren overtuigen is door te laten zien dat het wel kan. En dat heeft tijd nodig. We willen alles maakbaar maken in de periode dat wij hier al leven. Dus echt die 80, 90 jaar of wat dan ook. Maar de natuur kent geen tijd zoals wij die kennen. Nee. Oké, bedankt. Dankjewel, Mark Venner. Wat er nu vaak gedaan wordt, er wordt met een vinger gewezen naar de boeren en daar ligt het probleem wat betreft stikstof en biodiversiteit en zus en zo. En van de andere kant begrijp ik ook de boer. De boer voelt zich bedreigd terwijl het ooit in kan wel best gestuurd, terwijl nu eigenlijk wordt gevraagd om het roer helemaal om te gooien. Voor de Estland.
snelweg te rijden en de op- en afritten en de vluchtstroken te blokkeren. Waarom doe je dit? Nou, omdat wij ook nog boer willen worden. Want als het zo doorgaat volgens de stikstofplannen, dan kunnen wij geen boer meer worden. Door eigenlijk het hele conservatieve gedachtegoed vanuit de gangbare landbouw, daar word ik totaal niet begrepen, nee. Dat vind ik echt wel jammer. Ik bedoel, je hoeft het er niet mee eens te zijn. Omdat ik dus zo op een andere manier aan het nadenken, ik vind dat heel logisch. Oh man, het is uitstek zoveel. Dat is zo'n gigantische potentie. We ademen zuurstof in, we kunnen genieten van de zon. Eigenlijk, als je daarover nadenkt, hoe bizar zeg maar, het überhaupt is om te leven. Ik vind dat we die potentie niet benutten. Echt niet. We moeten eigenlijk veel ondergeschikter zijn aan de natuur. Want dat is eigenlijk hoe ik ondernemen eigenlijk voor me zie. Dat op het moment dat je met een bedrijfsplan begint, dat je eigenlijk als eerste vraag zou moeten stellen, breng ik schade aan de natuur? En op het moment dat het antwoord ja is, moet je eigenlijk altijd afvragen, kan het anders? Kan het rendabel anders? Want eigenlijk zou je er anders nog niet eens aan moeten beginnen. Dus wij kunnen jou aanbieden 53.697,50 euro. En we hopen dat je dus heel veel succes hebt met dit bedrijf. Dat het fantastisch zal worden qua biodiversiteit. En heel veel geluk en succes ermee. Het touwtje moet nog doorknippen. Er wordt echt van alles aangeplant. Pauwpauw, peer, nasjepeer, lindes, grootjespruim, perzik, van alles wat. Maar alles wat nu klaar ligt, als dat de grond in zit, dan ben ik heel erg blij. Want dan is er meer de grond in gaan dan ik verwacht had. Dus dat is mooi. Het varieert qua wortelgestel. Ja. Die is behoorlijk groot. Deze is wat kleiner. Kijk naar de wortel. En schat ongeveer in hoe groot het plantgat wordt. En laat het paaltje staan. Ja. Want deze zijn op GPS uitgezet. En het is belangrijk dat deze boom ongeveer komt waar dit paaltje staat. Dus. Kijk het even. We hebben hier een beetje een lastige jongen. Bij ons staan er zo'n 75 verschillende soorten, tot 100. Dat die diversiteit wat dat systeem heeft, uiteindelijk jouw risico's beperkt. Dus op het moment dat je een keer later nachtvorst krijgt en je hebt geen abrikozen, dan doet een andere soort het wel. Dus je hebt altijd wel iets opbrengst. We hebben te maken met de afgelopen 4 jaar met ontzettend droge zomers. En een boswachter zie je geen water geven in het bos. Want dat bos dat functioneert op zichzelf. Op het moment dat er een harde regenbui is, dan neemt het bodemleven en neemt dat water op voor tijden dat het droog is. Dus dat is die logica in de natuur. Wat ik heel duidelijk zie, je moet weer naar kwaliteit en naar minimalisme, maar dan wel kwalitatief minimalisme. Ja. Als je er een businessmodel naast zet, dat je in dat grote stad kan minderen van kippen. Oh zo, okay. Dus nee, is nee, wel, nee, okay. Het moet een vervanging zijn, nee, okay, zeg maar. Nee, dat is niet een plus. Nee, het nee. Moet niet een plus zijn. Nee, nee, nee. Nee. Twee stappen moet naar beneden, nee, dus, ja, nee. Niet nog meer. Nee, okay. Het kavel waarop wij staan is voedsel was ketelbroek. En toen we het kochten in 2009 was het een kale rechthoek. Eigenlijk precies zo kaal als het veld van de buren die nog steeds ieder jaar of snijden mais of een enkele keer aardappelen telen. Dus een monocultuur, eenjarige teelt, hard werken en van het jaar kale grond. En hier hebben we een voedselwas aangeplant. Het groeit en wordt ieder jaar wat groter en productiever. En die
Die bestjes zijn vers het lekkerste van de special effects. Ja, ja, ja. Maar hoeveel werk gaat erin zitten? Dit is vrij precies. In dat hele oogst. Ja, dit is... je hoeft je niet te vervelen, hè? Nee, nee, dat was het maar. Maar blijf boeren. Ja, dus... maar ik was wel verbaasd over de kiloprijs. Want verse sets van peper kun je gewoon per kilo €100 vragen. Oké. Okay. Dan loont het zich het plukken wel. Ja, dat, wat al enthousiast. Ja. Nee, maar als je een uur plukt, laat zeggen, ja. Dat is dan een flinke noot, hè? Ja, dat is een Japanse walnoot. Joeglans eilandtifolia. En die groeit wat sneller dan de ons bekende Joeglans regia die uit West-Azië komt. Deze komt uit Oost-Azië. Die leveren niet genoeg melk of niet genoeg waardes of zijn te oud of wat dan ook. Om nog naar een andere boerderij te gaan. En die andere koeien zijn nog altijd allemaal goed genoeg. Dus volgens mij 45 melkkoeien en dan nog wat jongvee. Wie niet? Die waren allemaal goed genoeg. Dus die zijn ook allemaal gekeurd. En, die gaan naar drie verschillende boerderijen verspreid over het land. Die worden daar nog verder gemolken. Maar deze niet. Ja, hoort erbij. Nee. Een kind doet het al. Ja, kind als het. Ja. Met een zonbril daar. Nou. Die wil niet nog. Want die nerven eraf. Dit is een verstommer. Oh, echt? Hup, 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 hup. Allah, dat moet niet doorheen. Even. Laat je vooral rust nou het gedaan is. Ja. Het is aan de ene kant natuurlijk jammer, aan de andere kant ook opgelucht toch wel dat het allemaal goed gegaan heeft. Een goede plek krijgen. Ons nieuwe logo erop. Ja. Nee, ja, ook dat einde nadert, ja. De hele melkhouderij stopt ermee, dus dan kwam het bord ook weg.